Welkom bij de wiskundeles. Vandaag gaan we eens kijken hoe kunnen we breuken uitrekenen met de rekenmachine. Nou, er zijn een aantal functies die je kan doen met de rekenmachine. We beginnen even gewoon met hoe voer je een breuk in op de rekenmachine. Nou, als je de rekenmachine hebt, dan heb je deze knop, dus dit is de breukknop en daarmee kan je een breuk invoeren. Stel je voor, we willen deze som uitrekenen, dus 12 vijfde plus 1 twintigste. Hoe doen we dat dan? Nou, we drukken op de breukknop, we voeren in 12 vijfde en dan doen we plus 1 twintigste, dus doen we ook de breuk en dan doen we plus 1 twintigste. Hey, en hoeveel is dat dan? Druk op is en wat zien we? 49 twintigste, dus de uitkomst van deze breuk was 49 twintigste. Hey, en zo kunnen we dat telkens doen met al die breuken. Dus als we goed kijken, dan zien we eigenlijk dat telkens met al die breuken kunnen we dat doen. Dus nou, laten we het volgende eens proberen. We hebben 5 vierde. Dus ik druk weer op de breukknop. 5 vierde. Plus 3 zestiende. Met de pijltjes kan je naar boven en beneden. En naar de zijkant. Dus 3 zestiende. En wat zien we? 23 zestiende. Dus de volgende. 23. 16e. Hey, gaan we de volgende uitrekenen. 1 18e plus 4 zesde. Nou, doen we weer de breukknop. 1 18e. Weer naar de zijkant. Plus 4 zesde. Dus doen we ook weer de breukknop. Doen we 4. Met de pijl kunnen we weer naar beneden. 4 zestiende. En dan zien we het antwoord hier is 11 36e. Dus 11 36ste. Oh. 11 36ste. Nou, gaan we verder. Nou, reken ik deze als laatste even uit. En daarna kan je de rest zelf doen. Wat hebben we? 9 negende. Dus we krijgen breukknop. 9 negende. We doen naar de zijkant. En we doen plus 15 achttiende. Dus we doen de breuk. 15 18e. En wat zien we? 11 zesde. Dus het antwoord 11 zesde. 11 zesde. Nou, laten we dit rijtje even afmaken. En dan mag je het volgende rijtje mag je even zelf doen. 20 vijfde. Doen we de breuk. 20 vijfde. Plus 14 veertiende. 14 veertiende. Is 5 precies. Kijk, deze heb ik wel een breuk neergezet. Maar die was 5 precies. Dus je ziet als het precies is, hoef je daarna eigenlijk geen breuk meer neer te zetten. Dus deze streep was overbodig. Hé, gaan we nu eens even kijken. Wat kan je nog meer met de rekenmachine? Nou, je kan ook hele met je rekenmachine uit de breuk halen. Hier is er bijvoorbeeld die 49 twintigste. Dat is zoveel hele en zoveel deel blijft er over. Nou, hoe doe je dat? Nou, laten we eens even kijken. Eerst voeren we de breuk weer in. Dus we hebben 49 twintigste. 49. Oh. 49 twintigste. Nou, wil je hier nou hele uithalen? Dus wil je hier uit deze breuk. Dus we hebben hier 49 twintigste. Wil je daar nou de hele uitrekenen? Wat je dan gaat gebruiken is deze. Als je hier goed boven die SD-knop ziet. Daar staat in het geel staat van een breuk naar een gecombineerde breuk. Dus naar een breuk met een getal met een breuk, dus dit betekent dat a'tje ervoor betekent een getal ervoor en dan de breuk naar een breuk helemaal. Daar, dit is een breuk helemaal. Dus als we dit indrukken, dan gaan we naar de gecombineerde breuk. Nou, wat je ziet is dat dit tekentje, dus dit wat hier staat, staat eigenlijk boven de SD, dus staat boven deze knop. Nou, om iets te gebruiken wat boven de knop staat, gebruik je eerst de shift-knop. Om iets te gebruiken wat boven de knop staat, gebruik je eerst de shift-knop. Dus laten we eens even kijken, hoeveel is die 49 twintigste? Nou, drukken we op de shift. En daarna gebruiken we deze knop, dus dan doen we die A en dan BC, dus gecombineerde breuk, naar gewone breuk. Nou, wat we zien is dat als we daarop drukken, dan zien we dat het eigenlijk 2 29ste. Dus 49 twintigste is eigenlijk 2 29ste. Dus wat is dat als we de hele eruit halen? 2 29ste. Dus 2 29ste.
Ik ga even kijken naar die volgende. 23/16e. Ja, die is ook boven de 16, dus ook een gecombineerde breuk. Laten we eens kijken, wat is dat dan? Hoeveel is dat dan als we daar de hele uit gaan halen? Nou, 23/16e. Even in de rekenmachine. We doen weer shift. En we doen weer omzetten van breuk naar gecombineerde breuk. En we zien het is 1/7/6e. Dus 23/16e is 1/7/6e. Dus 1/7. Niet 7/6e volgens mij. 1/7/16e. Dus 1/7/16e. Nou, gaan we even de volgende kijken. 11/36e. Hey, die blijft gewoon hetzelfde. Want 11/36e is niet boven de 36. Ik kan hem nog even invoeren voor de zekerheid. Maar ik weet eigenlijk zeker dat hij hetzelfde blijft. Dus 11/36e. Nou, wil je gaan kijken wat is de gecombineerde breuk ervan? Ja, blijft helemaal hetzelfde. Want er kan niks uitgehaald worden. Want er kan geen 36 uitgehaald worden. Dus die blijft gewoon hetzelfde. De volgende 11/6e, die kan weer wel. Dus we hebben 11/6e. Nou, hoeveel is dat als we de hele eruit halen? Shift. En deze weer 1/5/6e. Dus dit is 1/5/6e. Hey, en die laatste, ja, dat was al gewoon 5, hè, dus daar kan ook niks verder uitgehaald worden. Hey, dan wil ik nu dat jullie zelf even dit rijtje gaan uitrekenen. Eerst gewoon uitrekenen. En daarna ook, als het kan, de gecombineerde breuken eruit halen. Nou, gaan wij eens even kijken naar de volgende pagina. Wat kan je nog meer met je rekenmachine met breuken? Nou, je kan ook gecombineerde breuken optellen. Nou, wat betekent gecombineerde breuk optellen? Dat betekent dus dat je een breuk met een getal ervoor, dus 8 en dan 5/8 plus bijvoorbeeld 7/1/8, en die tel je bij elkaar op. Nou, hoe kan je gecombineerde breuk invoeren? Nou, daarnet heb ik het gehad over een gewone breuk invoeren. Nou, wil je de gecombineerde breuk hebben, die staat erboven. Dus hier zie je getal ervoor met de breuk erachter. Nou, daar heb je weer de shift-knop voor nodig. Hè? Dus laten we eens even kijken hoeveel is dit. Nou, we doen shift en dan deze. En dan doen we 8 met knopjes naar boven en beneden. 8/5/8 plus 7/1/8. Dus plus, doe ik het verkeerd. Plus, en doen we shift, deze. En dan 7/1/8. Je kan niet gelijk het letter invoeren en dan gewoon een breuk erachter zetten, want dan gaat hij dat keer die breuk doen. Dus je moet hem echt op deze manier invoeren. Nou, hoeveel is dat? Ja, hier zie je het, hè? 63/4. Dus dat is 63/4. Nou, ik vind het wel mooi om hem wel als een gecombineerde breuk te hebben. Dus ik zet hem even zo neer. 15/3/4. Dus wat is het? 15 en dan 3/4. Dus 15/3/4. Dus 15/3/4. Ik zie dat ik zelf nog even een streepje ertussen moet zetten. Als ik dat even van tevoren had gedaan, dan was het iets sneller gegaan, maar zo gaat het ook. Nou, laten we de volgende eens proberen. Hoeveel is de volgende? 3/4/6. Dus we doen weer deze. Gecombineerde breuk. 3/4/6. Plus hoeveel? Plus 3/3/6. Weer gecombineerde breuk. Dus 3/3/6. En hoeveel is dat? Nou, we krijgen weer de hele breuk. Ik wil een gecombineerde breuk zien, dus ik doe even wisselen. 7/1/6. Dus de volgende is 7/1/6. Dus deze antwoord is 7. En dan 1/6. Dus 7/1/6. Nou, zetten we er even een streepje erbij. Hey, gaan we de volgende proberen. En dan mogen jullie de laatste twee weer even zelf doen. 9/4/9. Dus 9/4/9. Plus 2/6/9. Shift en deze. 2/6/9. Nou, hoeveel is dat? Nou, we krijgen weer een hele grote breuk. Ik wil gewoon weer even de gecombineerde breuk zien. Dus ik gebruik deze knop weer, dus shift die. 12/1/9, dus de volgende. 12/1/9. 12/1/9.
Nou, zo hebben we al die breuken hier, al die gecombineerde breuken, hebben we uitgerekend. Hey, ik wil dat je de laatste twee even zelf gaat uitrekenen. En dan wil ik nog even kijken met jullie, hoe kan je nou een breuk naar een decimaal getal zetten? Dus stel je voor, ik wil die 15 3 vierde, daar wil ik een komma getal van maken. Nou, wat doe ik dan? Nou, als eerste voer ik het getal weer in. Dus ik voer als eerste weer eventjes de breuk in. Dus ik doe shift deze 15 3 vierde. Nou, 15 3 vierde, hoeveel is dat? Nou, de breuk. Dus 63 vierde, oftewel 15 3 vierde. Nou, hoe wil ik hier vandaan naar een decimaal getal? Nou, dan gebruik je gewoon de SD-knop. Als je gewoon op de SD-knop drukt, dus niet shift en deze, want dan gingen we van breuk naar gecombineerde breuk en weer terug. Hè? Maar als je gewoon de SD-knop gebruikt, dan ga je van een breuk naar een decimaal getal. In dit geval zien we, dit is 15,75. Dus die eerste 15,75 als we er gewoon een getal van maken. Dus dit 15,75. Dan gaan we naar de volgende, 716. Hoeveel is dat als we daar een decimaal getal van maken? Nou, ik voer hem weer even in. Dus 7,16. Nou, hebben we weer de breuk. En ik druk op SD. En dan zien we gelijk dat is 7,166666. Nou ja, als er niks bij staat, doen we altijd afronden op 2 decimalen. Dus dit wordt 1,17. Waarom 0,17? Nou, achter deze 6 staat een 6 en dat is 5 of hoger. En daar kijk je altijd naar het getal achter het getal waar je op gaat afronden. Dus in dit geval gaat dat getal dan, dus die 6 gaat eentje omhoog, omdat het getal daarachter 5 of hoger is. Dus bij 5, 6, 7, 8 of 9 gaat dat getal waarop je afrondt, gaat eentje omhoog. Dus dit wordt 7,17. Dus deze wordt 7,17. En dan ga ik even de laatste kijken. Wat wordt de laatste? Nou, 2,19. 12,19. Dan gaan we eens even kijken. Dus ik voer hem weer even in. Zo, de gecombineerde breuk. 12,19. Nou, dat is de breuk. Druk op SD. En dan zie ik, oh, dat is 12,1111111. Nou, wat doe ik? Afronden. In dit geval wordt het 12,11. Want na die laatste 1 staat er 1. En dat is niet de 5 of hogere. Dus dan blijft het gewoon 0,11. Dus in dit geval staat er hier als derde getal een 0, een 1, een 2, een 3 of een 4. Dan blijft het 12,11. Dus in dit geval, deze wordt decimaal getal 12,11. Hey, dan wil ik jullie ook nog vragen. Reken deze twee laatste ook eens even uit. Wat zijn daar de decimale getallen van? Hey, succes met het maken van de opgave ook. En tot de volgende wiskundeles weer.